Afgelopen week stond er in Sint-Niklaas het eerste internationale tafeltennistoernooi op het programma in De Witte Molen. Organisator Nico Vergeijlen. Wij organiseren voor de eerste keer in België de Belgian Open tafeltennis voor personen met een beperking. Het is eigenlijk een wereldranglijsttoernooi waar de spelers punten kunnen vergaren voor volgend jaar zich te kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap in China. Niet alleen de Belgische toppers die allen aanwezig waren maakten het mooie weer, maar ook de nummer 1 van de wereld was present. Op dit moment zijn er 145 deelnemers en dan hebben we nog ongeveer een 50 begeleiders en coaches. En dan zijn er nog een 30-tal scheidsrechters en officials. Voor dergelijke organisatie is alvast veel geld nodig, want vele atleten waren aanwezig. Het kost immens veel geld, maar vooral heel veel inspanning. In die zin dat wij ook rekening moeten houden dat er heel veel spelers met een beperking zijn. We zitten ook met 75 deelnemers in een rolstoel. Dus dat wil zeggen dat we dan ook moeten zorgen voor aangepast vervoer, aangepast logement. En dat zijn natuurlijk allemaal extra moeilijkheden om te vinden ten eerste. En ook natuurlijk extra kosten brengt dat mee. Voor atleten met een beperking is steeds meer nodig dan een andere atleet. Maar ze moeten er niet minder hard voor trainen om hier te staan. Een hele organisatie op zich om alles vlot te laten voorlopen. Ja, wij moeten die dus volledig voorzien van accommodatie. 3 maaltijden geven per dag. En alles wat we hier in de sporthallen aanbieden, is ook drankjes moeten wij bezorgen. Goodiebag moeten wij geven met verschillende lokale snuisterijen of cadeautjes. Dus alles samen is dat toch wel een heel groot budget waar wij over spreken. Het was een schitterende organisatie waar iedereen nog lang zal over napraten. En laat ons hopen dat er een vervolg komt aan deze eerste internationale toernooi. En dat dit een start is van iets moois. Wij waren alvast aangenaam verrast en tevreden. Hoe zat dat met organisator Vergeijlen? Ik denk dat ik heel tevreden zal zijn als alles vlot en goed verloopt. Als er geen problemen zijn, als het tijdschema zich goed kan blijven volgen. En tot nu toe ben ik al tevreden, want er zijn heel veel vrijwilligers die komen opdagen zijn. We werken in totaal samen met 240 vrijwilligers, wat een heel goed succes is. En dat maakt mij al tevreden.